Da. Boom. TV. Vandaag spelen we deze. Xbox 360 Kinect samen met Edo. Het Kinect Adventures. Te gek. We gaan beginnen met het spel. En dat is... Het zal mij benieuwen. Komt-ie twee. Op. Yay! Yeah, we zijn los. In de wildwaterbaan! We zijn hier dus bezig met Kinect Adventures. Ik sta hier samen met Edo Brunnen, waar ik mee op tournee ben, door het land. En nu een heel gay spel aan het spelen ben. Dit is echt lachen. Dit mag nooit naar buiten lekken. Nee, dat snap ik ook wel. Dit blijft gewoon, alleen op het internet, dat niemand het kan zien. We moeten alle aatjes pakken. Oh shit, worden daar erop gemoeten. Oh shit. Zet echt op een ding af. Ja, moet ik gewoon even erom. Erom. Ja, dan gaan we die kant. Ga het schansje pakken. Okay, gewoon even pakken. Midden door. Yeah. Yeah. Hoe zijn jullie als duo? Maar jij beweegt ook helemaal niet. Ik zou wij ze sturen de hele tijd, man. Maar ik zou altijd in mijn eentje sturen. Ik voel me net als dat ik op mijn toneel ga met je. Ik zeg, ik heb alles stuur in mijn eentje. Harry, kom op, we moeten door naar de volgende grap. Nee. Ik sta gewoon lekker te tetteren. Nee, ik heb zin er even met mijn hand in mijn broek te zitten al. Ja. Dat is... Wat is dit? Nu moeten we waarschijnlijk gewoon... Polen of zo. Dat denk ik. We hebben een bal. Oh, ja, pam. Je krijgt de bal en... Oh, oké. Waar is de bal? Er komt de bal bij jou. Jij kan de bal nu pakken met de A. Ik zie geen bal. Die A. Nee, die... Je bal die kun je pakken. Ja. Oh, je moet hem gewoon rossen. Oh, shit. Ja. Dat is het. Ja, daarom. Je moet hem een map geven. Ja. Boom. En dan moet ik weer terug naar de zee. Boom, boom. Ja. Dit is echt. Dat is dan oké. Dit is wat mijn dochters doen. Mijn dochters zijn gek op dit. Je krijgt ook echt attractiefoto's. Die zijn altijd het leukste. Tegenwoordig koopt niemand die meer, die attractiefoto's. Dan gaan ze gewoon naar het scherm toe en maken ze een foto van zichzelf. Weet je wat die dingen kosten als je naar de Efteling of zo gaat? Dan betaal je echt iets van 17,50 voor één foto. Weet je, best wel binnenlopen van de Efteling. Ja, ik doe ons allebei wel. De meisje doet het niet eens. Het is een heel aseksueel spelletje. Als ik jou vastpak, dan denkt de meisje, ze gaan me die kant op leunen. Ja, dat zegt hij. Het is gewoon een beetje stoer. Geen fysiek contact. Ja, jongen. Ja, dat is dan weer herkenbaar. Ik denk dat dit wel echt... Dit is heel raar ook. Het stomste hoe ik ooit zeg maar opgenomen ben. Ik ben er zonder weg met Arie op pad, theater vandoor, hartstikke gezellig. En ondertussen sta ik gewoon, you, Drug City Cruise. Ja. Ja, dat is het ook, weet je. Sommige mensen vinden het onwijs moeilijk om een programma te maken, maar wij hebben toch wel redelijk gewoon snel in elkaar. Ja, maar dat komt omdat jij er niet bent. Nou, dat is waar. Dat is wel makkelijker, hè. Dat is gewoon als ik erbij ben en... Vreed ik zoveel energie? Ja. Dat valt toch ook wel mee? Ja, en je korte concentratieboog, Arie. Ik ben helemaal niet altijd even gemakkelijk. Zijn de kroketten trouwens? Ja. Dat is gewoon... Ja, Arie was even mee naar Autoweek. Ik vond het wel grappig. We hebben vandaag een bus te lenen gekregen als duurtester. Omdat Arie en ik door het hele land reizen. En hebben we dus een Volkswagenbus gekregen om daarmee te rijden. Niet zomaar een bus. Maar een hele vette, chique bus met leren stoelen en alles. Echt, we zijn gewoon echt dope. Want je zegt, je hebt die en stickers die, erop ook. Ja, we staan zelf op de bus. Dus we hebben nu al van die mensen die gewoon... Hij zit er gewoon in! Ja, ik had eigenlijk nog die tekst erbij van... Edo en Arie onderweg naar alweer een tevreden klant. Dat hadden we eigenlijk erop moeten laten. Maar dat was ik te laat van mij. Maar het is wel cool dat als... Dan denken mensen, dus Edo en Arie zitten in een eigen Edo en Arie bus. Dus gaan we waarschijnlijk ook denken... Dat gewoon de mensen van Albert Heijn... Dat die dan ook gewoon in de Albert Heijn... Maar Albert Heijn rijdt gewoon in zijn eigen vrachtwagen. Want dat is zo, want Edo en Arie rijden ook in hun eigen car. Oh, zo. Ja. Dus dat is gewoon echt... Nee. Okay, record your life. Goed hoor, Arie. Maar het zijn dus hele generaties die gewoon dit heel normaal vinden. Ze zeggen, ja, maar zo stuur je games. Dit is echt... Maar het is ook super handig dat je die controllers niet meer nodig hebt. Ja. Dat je gewoon met je lichaam... Ik ben de controller. Vertel je anders even waar onze show over gaat, Arie. Het gaat over het laatste pompstation op aarde. Yay. En daar staan wij erbij. En dat is gewoon. En ik wil Edo ook bedanken. Daarom gaan de handjes in de lucht van onze poppetjes. Yay! En dank u wel ook Jan Meijroos voor het uitlenen van de game. Echt helemaal te gek. En
Ik vond het ook te gek. Ik denk dat ik deze game ook ga kopen. Cool. En abonneer uiteraard eventjes op Barreboom TV en op dit kanaal. En gewoon subscribe en wat er dan niet meer. En tot de volgende keer. Doei doei.